In Zwalmen gaat Judoclub Heiseido de voormalige brandweerkazerne, die al zo'n tien jaar leeg staat, betrekken. De koopovereenkomst met de gemeente is binnenkort definitief. Als alles meezit, kunnen ze over niet al te lange tijd de nieuwe ruimte gaan inrichten en in januari beginnen met trainen op de nieuwe locatie. In de komende weken ontvangen de inwoners van de gemeente Maaschouw een nieuwe afvalpas en de afvalkalender. Vanaf 1 januari start namelijk het nieuwe afvalbeleid. Vanwege het nieuwe inzamelsysteem zijn alle routes gewijzigd. Dat betekent dat het afval waarschijnlijk op een andere dag wordt ingezameld dan u gewend bent. Het kan zelfs zijn dat de verschillende afvalsoorten op een andere dag in de week worden ingezameld. Belangrijk is dat u uw eigen afvalkalender volgt. Het is namelijk mogelijk dat binnen uw kern verschillende afvalsoorten worden ingezameld op dezelfde dag. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Gemeente Maaschouw. Wederom heeft het Laurentius Ziekenhuis Romond een mooi innovatief project geadopteerd: de Strookviewer. Als eerste ziekenhuis in Limburg heeft zij dit programma sinds kort in gebruik. We leggen u uit wat een strookviewer is. De strookviewer is een digitale techniek, een app die artsen kunnen gebruiken om sneller en nauwkeuriger resultaten van CT-scans van hersenen te beoordelen. De app gebruikt een algoritme dat automatisch op zoek gaat naar mogelijke verstoppingen van de bloedvaten in de hersenen die een herseninfarct kunnen veroorzaken. De gevonden afwijkingen worden op de CT-scans gekleurd. De arts kan daarmee binnen enkele minuten al een diagnose stellen en daardoor de behandeling sneller beginnen. Ook moeilijk zichtbare verstoppingen zijn voortaan beter te zien. En dat is een goede ontwikkeling. In 2022 zullen de vaste lasten ongeveer 900 euro hoger uitvallen. En dat is natuurlijk. Geen goed nieuws. Gelet op de stijgende energieprijzen waren de voortekenden voor ons huishoudboekje van komend jaar al niet best. Maar volgens de vaste Lastenbond wordt het allemaal nog een graadje erger en stijgen de lasten in 2022 gemiddeld met 900 euro. Niet alleen koken en stoken wordt duurder, ook prijzen van verzekeringen en abonnementen gaan behoorlijk omhoog. In verband met de stijgende coronacijfers worden steeds meer activiteiten om begrijpelijke redenen afgelast. We zullen tot nader orde geen activiteitenagenda uitzenden. Het kan zijn dat een bepaalde activiteit toch nog onder strikte voorwaarden mag doorgaan, maar check toch altijd of de bijeenkomst die u wilt bezoeken daadwerkelijk plaatsvindt. Maar bovenal wees verstandig en vermijd zoveel mogelijk groepsbijeenkomsten. En dan het weer voor komend weekend. Vrij veel bewolking en af en toe regen. Houd u s'nachts rekening met lichte vorst. Vanaf zondag duidelijk zachter weer met temperaturen rond de 10 graden.